de skyline van Rotterdam. Eigenlijk al een kunstwerk op zich. Duizenden lichtjes om je heen. En sinds gisteravond ook wat oranje lichtjes. De tekening is 30 meter breed en ruim 36 meter hoog. En vertegenwoordigt de overgang van koningin Beatrix naar dat van Willem-Alexander. Ik ben echt heel erg trots. Ik bedoel, ik had het al gezien natuurlijk en heel veel mensen uit Rotterdam. Maar nu zo aangelicht is het wel, maakt het nog spectaculairder eigenlijk. Ja. Het is niet alleen een lampje erop, het beweegt ook allemaal. Nee, het is niet een simpel lampje, maar het is echt een, ze noemen het eigenlijk videomapping. Dus het is echt met een aantal beamers is het aangelicht. En daar binnen zijn ook weer animaties gemaakt. Eerst wordt bijvoorbeeld Beatrix ingekleurd, heel langzaam, met een lijn. Daarna komt Willem-Alexander erbij, zoals een echte koning erbij komt. En daarna wordt eigenlijk Beatrix een soort van uitgegumd. En blijft Willem-Alexander over als koning. Zien het nu gebeuren? Ja, oké, nou hartstikke goed. Ja. Tot en met 4 mei wordt de tekening elke avond uitgelicht. En op 14 september nogmaals, als Beatrix haar afscheidsfeest houdt in Rotterdam.